croque monsieur is eigenlijk een luxe Franse tosti. Je begint met het voorverwarmen van de oven op 210 graden. Ondertussen smelt je de boter in een pannetje. En dan vet je de boterhammen in met de gesmolten boter. En dat gaat dan in de oven. Dan rooster je de boterhammen, duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Dan zijn ze mooi goudbruin. Ondertussen rasp je de kaas en doe je de slagroom erbij en dat meng je goed door elkaar. Breng op smaak met peper en zout. Vervolgens bekleed je de boterhammen met ham. Je kan schouderham gebruiken als je wilt. En daar doe je het kaasmengsel op. Dat smeer je natuurlijk goed uit. Daar gaat een boterham op. En je maakt uiteindelijk af weer met de kaasmengsel, zodat hij een mooie krokant korstje krijgt. Dat schuif je weer in de oven op 210 graden gedurende 10 minuten. Dan zijn ze mooi goudbruin. Maakt weer af met peper en zout en is klaar. Wil je croque madame, doe er dan een gebakken ei op.